Deze heb ik een week geleden gewonnen, ja. Mijn eerste ONE-FC gevecht, debuut. Meteen voor de wereldtitel. Derde ronde op KO gewonnen. Goed naar de hoek geluisterd. En nu heb ik hem meegenomen naar Utrecht. Ja, ik heb hem nog laten vallen in de ring, van ongeluk. Maar het is een mooie gordel. Op een gegeven moment, als je gaat opwarmen, dan merk je al heel gauw of iemand scherp is of niet. En alles klopt er gewoon. Ja, ik ben super trots, omdat vooral als 10-jarige jochie is die bij jou begonnen. Eerste jeugdpartijen en nu is hij is nu 23. We praten wel over. Hij was zo, zijn oren waren nog groter dan zo heen. Dus, en het mooie ook is, vind ik. Kijk, hij komt hier uit Utrecht. Chimène ook natuurlijk. Chimène is natuurlijk een hele grote. En dat hij, en Ilias is nog jong, 23 jaar. En die komt ook hier uit Utrecht, dat we toch ook een beetje Utrecht op de kaart kunnen zetten als wegsporters. Het gaat altijd om Amsterdam, met het zuiden, weet je. Dus dat is mooi. For our main event, Aspen Ladd is in the black. Jermaine Durandamy is in the blue. Declaring the winner by TKO, Jermaine the Iron Lady Durandamy. Vorige week, vrijdag volgens mij, gebeld door mijn manager en die zei. UFC wil je een aanbieding doen, 14 december, Amanda Nunes voor de wereldtitel. En normaal ben ik altijd heel rigoureus en dan zeg ik altijd gelijk ja. En in mijn hoofd had ik al antwoord gegeven, maar ik wist wat ik zei was, is goed, ik wilde eerst even over nadenken, ik wil het eerst bespreken. En ik heb het eerst met mijn moeder besproken, die steunt me al 20 jaar. En met zij niet kon ik niet bespreken, maar ik weet wel wat hij gezegd zou hebben, denk ik, ondertussen. Dus met de rest van het team heb ik het ook besproken. En goed, weet je, als je zo'n gevecht aanneemt, dan zeker het kaliber vechten als Amanda Nunes, dat moet je niet onderschatten. And here we go. Jermaine Durandamy in the blue trunks. Black trunks for Amanda Nunes. And her Dean is telling her to fight back, or he's gonna stop it. It is all over! Her Dean is stopped the fight. Amanda Nunes, the winner! Ja, weet je. Ik ga geen excuses verzinnen. Ik weet dat ik weet voor mezelf waar ik de fouten heb gemaakt. Dus geen excuses, hebben me verslagen. Fair and square, daar gaan we het op houden. En 14 december zal het anders zijn. 14 december, maar Amanda weet ook. Dat ze 14 december een andere chemin. Voor mij blijft zij de beste, ongeacht die belt. Waarom? Omdat ik weet waar Chimène vandaan komt. Ook in de zin van, als je daarnaast een fulltime job hebt en je moet topsport gaan bedrijven. Ja, dat is gewoon petje af. Want ik weet hoe het is als je een 40-uurige werkweek hebt en daarna nog topsport moet gaan bedrijven. Dat is gewoon niet makkelijk. En het ergste, wanneer je aan het rennen bent. Dat voel je. Ja, de grootste kerstgoedkampioenen wonen nu in Utrecht. Ja, zeker.